Schönberg TV was gisteren aanwezig tijdens schoonwerkzaamheden in de omgeving Sandrastraat. De omgeving kampt al geruime tijd met afwateringsproblemen. De drenzen in de omgeving worden op dit ogenblik opgehaald. Deze werkzaamheden zijn ontstaan door buurtbewoners. In gesprek met Schoonweb TV vertelt Clayton van Vliet, marketingmanager van Fernandes, meer erover. Is het eigenlijk een buurtcollectief, initiatief vanuit het buurtcollectief? Ze hebben Fernandes Bakkerij benaderd om te gaan in hoeverre we bereid zouden zijn om mee te helpen aan het project. De buurt ondervindt al geruime tijd eigenlijk last van wateroverlast. En we hebben gezegd ja, want wij hebben dus eigenlijk dezelfde ervaringen. En natuurlijk onze sociaal-gemeenschappelijke doelstellingen sluiten aan hierop. Dus hebben we besloten om dit initiatief te ondersteunen. Wanneer hebben ze jullie benaderd? Zo, het is al een poosje nu. We zijn al het om ze nog offertes opvragen hiervoor en noem maar op. De exacte tijd kan ik even niet herinneren, maar het is wel al een poosje. Wat kost het project? Om en bij tussen de 55.000 en 60.000 SRI voor dit gedeelte. En daarna zullen wij een gedeelte van de berm blijven onderhouden. En dat is dan ook gewoon voor onze rekening. Met het werk, hoe is het verdeeld? Hoeveel dagen? De buurt komt in met om en bij 25.000 en wij komen in met het restant. Is dit de eerste dag dat dit gebeurt? Ja, dit is de eerste dag. Het loopt al een heel gedeelte. Dit is het eindtraject eigenlijk. Eigenlijk vanaf de kolonistenweg, als ik het goed heb. En vanaf daar is het hier naar hier is schoongemaakt. Wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen? Dus nu is het heel droog. Dus we hopen dat het goed zal gaan verharden eigenlijk. En dan zouden we moeten wachten tot de grote regentijd weer is aangebroken om te kijken als het wat effectief was. Dus uw boodschap en oproep? Nou, ik denk dat initiatieven net als deze vanuit de buurt sowieso gestimuleerd moeten worden. Vanuit onze corporate social responsibility nodig en het achternoot ook nodig om te participeren hieraan. En ik denk dat als we allemaal als Surinamers op onze eigen manier onze bijdrage leveren, dat we er alleen maar beter van kunnen worden. Daarna zat er met TV ook een gesprek met een van de buurtbewoners, Michael Laswijk. Hij zei het volgende. Nadat we in de regentijd weer met z'n allen hier verderop in de straat en eigenlijk deze hele omgeving weer last hadden van wateroverlast, hebben we besloten om even wat anders te gaan doen. Omdat als je er echt mee geconfronteerd wordt, dan wil je op zoek naar oplossingen. En de stichting die zich bezighoudt met de ontwatering, dat is de Stichting Ontwatering Trambrandersgracht en Omgeving, die heeft toen wat avonden georganiseerd om de buurtbewoners te informeren. En hebben ook al wat acties ondernomen. En vervolgens hebben wij dus besloten voor ons deel, dat is dus vanaf de Nijbroekstraat tot en met Koeldiepsingstraat, te kijken wat wij konden doen als buurtbewoners. We hebben dan daarover nagedacht. En een van de dingen die we konden doen was de gracht ophalen, omdat die al 2,5 jaar niet opgehaald is. En je zag dat er heel veel groeide erin en waardoor het water dan niet kan doorstromen. En dat is in principe wat we gedaan hebben. We hebben vervolgens Fernandes benaderd. En die was heel enthousiast om mee te doen. En uiteindelijk hebben die het grootste gedeelte van de kosten voor zich genomen. En wij hebben bijgedragen en samen hebben we dit als resultaat. Ja. Waarom hebben we getracht Fernandes te benaderen in plaats van het ministerie van OWI? Dat is een goede vraag. We hebben eerst gekeken vanuit ons niveau. Van hey, wie wonen hier allemaal? En wie of werken hier? En wie hebben er belang bij dat de situatie snel verandert? Er is ook contact geweest met het ministerie van OWI eerder. Niet door ons, maar door onze zuster, de stichting. En die gaven toen aan dat er geen geld is. Dus wij hebben eigenlijk naar andere oplossingen uitgekeken. En we hebben toen bedacht van, hey, wat kunnen wij als burgers zelf doen? En uiteindelijk is het dat de reden waarom we dan hebben besloten om samen met Fernandes naar die oplossing te kijken. Wat zijn die verwachtingen voor de komende tijden? Dat is een goeie, dat is koffiedik kijken. In elk geval verwacht ik en hoop ik dat de samenwerking op buurtniveau zo doorgaat. En dat we zelf werkzaam blijven, kijken wat we zelf kunnen doen. En natuurlijk is het fijn als OWI daar dan ook ons bij kan staan de komende periode. Als er indien er weer gelden beschikbaar zijn. Maar voor de komende periode zou dat het zijn dat we als buurt blijven kijken naar oplossingen die we zelf voor elkaar kunnen krijgen. En niet wachten op OWI. Want die is op dit moment in een lastig parket.